verslag van ons bureau van een gesubsidieerde instelling naar een bestaan als adviesbureau op de markt. We kozen toen voor de missie de kwaliteit van leven. En al gauw vonden we hem eigenlijk op twee punten niet in orde. Onze core business was toch eigenlijk vooral bijdragen aan samenleven. Dus we hoorden een woordje bij van mensen. En de kwaliteit bestaat niet. Want voor u is die waarschijnlijk heel iets anders dan voor mij. En zo werd het eind 1993 kwaliteit van samenleven. Kwaliteit als samenleven zijn dus subjectieve begrippen. Ik kan u daarom vandaag niet vertellen wat de kwaliteit van het samenleven is. Hierin kan je dus niet de wijsheid in pacht hebben, hoeveel politici dat soms ook beweren dat wel te hebben. En daarom dat ik me beperk tot een drietal waarden die ik u wil vertellen. Het citaat uit de overgave illustreert mijn eerste waarde: leven en laten leven. Ruimte voor iedereen. De historie van de Amerikaanse Indianen illustreert aan de ene kant hoe fout het daarin kan gaan. Inschikken tot er bijna volledige uitroeiing op volgt. Geert Wilders, hij is vandaag al iets vaker genoemd, maakte vorige week nog helder hoe het aan de andere kant fout zou kunnen gaan. Niemand erbij, of alleen onder mijn strikte condities. Een open samenleving ligt wat mij betreft daar tussenin. En dan graag één die doorspekt is met humor. Zelfs Rennie konden dat opbrengen. Hoezeer de een voor de ander ook de verpersoonlijking van alle leed was in hun leven. Je kunt maar beter niks willen om tenminste vrij te zijn van verlangens, schreef Ingrid Betancourt vorig jaar oktober nog in een brief aan haar moeder. Wie herinnert het zich niet? Door een gedurfde actie, net voor de zomer, van het Colombiaanse leger werd zij bevrijd uit een hel van 2319 bange dagen waarin ze eigenlijk afgesneden was van iedereen en van alles wat ze wilde. En hij valt er net een beetje boven, maar wat ze eigenlijk, wat een van de koppen was in het blad wat wij bij ons in Den Bosch ontvangen, is leven als gruwelijke tijdverspilling. De manier waarop Ingrid gevangen werd gehouden en daarmee van al haar politieke aspiraties, maar ook van haar geliefde werd afgesneden, laat zien dat een mens haar of zijn leven gaandeweg als een gruwelijke tijdverspiller kan gaan ervaren. En leven wordt dan overleven. Zelfbeschikking is voor mij daarom de tweede belangrijke waarde in het leven. Dat u en ik ons leven kunnen inrichten naar eigen inzicht. Dat we mogelijkheden en kansen hebben om ons naar eigen vermogen te ontplooien. En dat we in staat zijn om onze eigen beslissingen te nemen. Liefst als een autonoom mens. Al in de oudheid ging daarover het dispuut tussen Sparta en Athene. Sparta dat van bovenaf orde oplegde en Athene waar de burgers zelf bepaalden welke regels er zouden gelden. Athene niet alleen de bakermat van de democratie, maar ook van de autonomie. Autonomos betekent letterlijk eigen wet, eigen regels. Maar let wel, zelfbeschikking of autonomie is geen passieve waarde, want autonoom ben je nooit alleen. Op een onbewoond eiland is autonomie geen... Alleen in een gemeenschap wordt autonomie op de proef gesteld als individu, maar ook als natie. Tibet. Het gaat hier dus om een waarde die actief gestalte moet worden gegeven. Als moderne autonome mensen maken we daarbij vooral een koppeling met de reden. Misschien zelfs wel iets te vaak. Regels en wetten in ieder geval moeten redelijk zijn. En ook machthebbers dienen zich daaraan te houden. Wie in de moderne samenleving het principe van de redelijkheid aan zijn laars lapt, zet uiteindelijk ook zijn eigen zelfbeschikking op het spel. En kijkt u nog eens naar enkele acteurs van de algemene beschouwingen vorige week, maar kijkt u ook naar hoe het gaat in Tibet en de rol van China. Eind 2007 verscheen het Filosofie Magazine met de resultaten van haar representatieve onderzoek naar de Nederlandse waarden. Rond samenleven. Kernvraag was, als men tot een keuze gedwongen werd, welke waarde dan de belangrijkste is om goed met elkaar te kunnen samenleven in Nederland. Op die wijze wilde het Filosofie Magazine het waardebesef van Nederlanders leren kennen en wat men daaronder verstaat. En ik heb ze maar even voor u wat beter opgeschreven, want het was net niet goed te lezen. En u ziet het rijtje, ik ga ze niet allemaal opnoemen, u kunt het zelf lezen.
filosofie magazine signaleerde op grond van dit lijstje een behoorlijke dosis pessimisme. Ik citeer uit een artikel in datzelfde nummer van Ger Groot. Feilloos selecteert de Nederlander waarden die moet waarmaken. Passieve waarden als veiligheid, gelijkwaardigheid, vrije meningsuiting moeten er gewoon zijn zonder investeringen van de kant van de burger. Gratis. Onthutsend. Omdat sociaal vertrouwen de kurk waarop onze samenleving drijft om actieve waarden vraagt. Einde citaat. Een pittige conclusie en eerlijk gezegd spreekt die me wel een beetje aan. Want erg veel moeite hoeven we in deze tijden niet te doen om voorbeelden te vinden van waarden die de ander moet realiseren. En ik noem dat consumentisme in het waarde. En dat viert hoogtij. Hij is wat lastig te zien, maar u ziet hier de Domtoren van Utrecht. In het voorbeeld van de top 1 waarde, veiligheid, hij stond net bovenaan, schetste Peter Vogelsang, toenmalig hoofdcommissaris van politie in Utrecht, een jaar of 5 geleden, is een treffend beeld. Hij stelde dat de tegenwoordige burger zelf moet kunnen bepalen of hij van de Domtoren zal springen. Maar hij eist dat daar beneden de politie klaar staat met een vangnet. En in de conferentie van bestuurders en instellingsdirecteuren, die dag bij 1 in Utrecht, kreeg hij veel bijval. Moeten we echt zo pessimistisch zijn? We mogen ons best de vraag stellen of het vroeger zoveel anders ging dan tegenwoordig. En eigenlijk zeiden de andere sprekers hiervoor dat ook al op een paar momenten. Al in de Ilias van Homerus, ik heb het helemaal nagelezen, speciaal voor vandaag, klaagde de oude Nestor op hoge toon niet veel fiductie te hebben in de strijders in zijn tijd. Nou, hoe lang is dat geleden? Hij zei, slampampers zijn het, die niet meer weten wat eer en roem werkelijk betekenen. En die, het ergste van alles, niet langer luisteren naar de ouden en de wijzen. Kortom, een beetje relativeren kan geen kwaad natuurlijk. En daarmee keer ik nu terug naar mijn top 3. Daar zijn weer die handen. Maar nu 4. Solidariteit is mijn derde waarde.